ons muzikaal vermaken. Dus ik zou zeggen, luister. Jan van Rossum, voorzitter van het wijkoverleg, ofwel het wijkoverleg Galecop. Allereerst leuk dat jullie met zoveel zijn gekomen en dit moment willen wij ook gebruiken om eens even terug te kijken op wat er vorig jaar is gebeurd in deze wijk en wat er volgend jaar wat ons betreft staat er gebeurd. Wat hebben we vorig jaar allemaal gezien? Een aantal kleinere, ook grotere dingen, maar een heel mooi initiatief van een aantal buurtbewoners is het opstarten geweest van het zogenaamde Ravotplein. Het Ravotplein zit een beetje in het noordwesten voor diegenen die het niet kennen. Maar daar heeft de gemeente nog wat in gespendeerd. Een aannemer heeft daar nog wat in gesponsord. En we hebben daar een hernieuwd, nou letterlijk en figuurlijk Ravotplein voor een heleboel kinderen. Een ander punt was natuurlijk 25 jaar Galecop. Ik hoop dat velen van u daar zijn geweest. Ik vond het een leuk feest. Dus dat vind ik heel mooi. Een heleboel activiteiten van Galecop Sociaal. Nathalie, kom eens even naar voren. Maar toch, kom eens even hier staan. Als u deze mevrouw eens eventjes een applaus zou willen geven. Jawel. Ondanks wat beperkingen toch een heleboel dingen gedaan. Een van die activiteiten is de Kids Fun geweest en de Ibiza Fair. Vorig jaar winter, de eerste keer liep het een beetje in de sneeuw. Ik bedoel, toen was het erg slecht weer. Het was 20 centimeter sneeuw, ja. Dat was echt een winterfair. Het was, oh ja, dat was de winterfair, maar alles bij elkaar. Er is een heleboel gebeurd. En Nathalie organiseert samen met een aantal vrijwilligers ook nog van alles en nog wat. En datgene wat ze organiseert, gaat u binnenkort ook zien op ons platform. Ja, Nathalie. Ja, oké. Ik dank je hartelijk. Dan. Wij hebben als wijkoverleg met een aantal mensen een initiatief ontplooid. En dat initiatief heet DeGalecop.nl. Hebben jullie borden in de wijk zien staan met dat erop? Ja. Nou, het leuke ervan is, het is een beetje vroeg, maar gisteren zag ik op veiligbuurt.nl dat Galecop de op 1 na veiligste wijk van Jawagijnen is. Helaas nog niet alle cijfers van 2018 erin verwerkt, maar wat mij betreft is dat best wel een hele goede ontwikkeling. Als we met z'n allen alert blijven en sociaal in contact blijven, dan komt het vast goed. Waarom wil ik het ook met jullie over hebben? Wat mij betreft, we maken van Galecop een blauwe zone. En die blauwe zone, wie weet wat een blauwe zone is? Als je op internet gaat zoeken naar het woord Blue Zone, dan vind je dat dat een locatie is waar mensen tot op hoge leeftijd actief zijn, werken, sporten, in de tuin bezig zijn, maar ook vooral sociaal, interactief met elkaar bezig zijn. Het idee achter een platform wat ik zo ga lanceren, is dat we elkaar in de wijk makkelijker kunnen vinden. En makkelijker kunnen vinden wil zeggen dat je iets op de platform neerzet. Ik heb een hulpvraag of ik heb iets in de aanbieding of kan iemand mij rijden. Eigenlijk legio zaken die in het dagelijkse leven voorheen in het dorp. Ik kom zelf uit Vreeswijk, maar daar kennen de mensen elkaar nog. Idealiter zou Galecop een soort groot, een beetje uit de kluiten gewassen dorp moeten worden. En het idee wat wij hebben is, we maken van Galecop een blauwe zone waar mensen elkaar makkelijk kunnen vinden. Ja, in deze tijd betekent dat ook dat je iets met IT moet gaan doen. Ja, wij zijn als wijk vertegenwoordigd op Facebook en op andere media. Maar we hebben toch gezegd, wij willen alles concentreren op één platform, zodat je de zaken daar makkelijk kunt vinden. We zijn een beetje baanbrekend. We zijn een baanbrekend in die gegeven. We zijn de eerste van de wijkorganisaties. Maar toch wel een goed idee lijkt ons. Prima, dankjewel Jan. Laat ik beginnen, want het is tenslotte de nieuwjaarsreceptie van Galecop, met u allen een ontzettend goed nieuwjaar toe te wensen. Vol gezondheid, vol goede vrienden, vol, ik zou ook zeggen, vol mooie weer. En dat het u goed gaat dit jaar, dat u mooie dingen kunt doen. En dat we elkaar hier volgend jaar in dezelfde staat weer opnieuw kunnen ontmoeten en weer een drankje kunnen weer dit jaar. Jan kondigt het al aan, het nieuwe platform voor jullie wijk is DeGalecop.nl. En aan mij de eer om dat vanavond officieel te lanceren. Het is een online buurtplatform, Jan legde het net al uit, waarmee ruimte wordt geboden aan u als inwoners, aan organisaties en aan ondernemers om dingen te delen en om meer betrokkenheid te creëren bij de buurt. Hieruit blijkt alweer hoe een groep betrokken inwoners van de wijk in staat is om een platform te maken dat past bij deze tijd. En dat ertoe leidt dat mensen op een interactieve manier met elkaar in contact komen. In de afgelopen maanden zijn 4 betrokken wijkbewoners heel druk bezig geweest met het opzetten van het platform. En dat zijn Jan, Bea, Nathalie en Marion, die als buurtverbinders hier de laatste maanden echt heel hard aan gewerkt hebben. Samen met Sigrid van Bonfactor en Sander, die jullie wijkcoördinator is. En zij hebben echt geprobeerd er wat moois van te maken. Jan liet het net al zien en het resultaat mag er echt zijn. En ze hebben hulp gekregen van Hanneke van Stokken van Mijn Buurtje.nl. Dank daarvoor en ik denk dat ze een heel groot applaus verdienen. Vaak en hard genoeg roepen, ga naar DeGalecop.nl en meld u aan en doe gewoon mee op het platform. Maar dan rest mij u tenslotte heel veel inspiratie te wensen, heel veel gemak en heel veel plezier met het online platform DeGalecop.nl. Gebruik het om elkaar te helpen, om nieuws te delen en om uw verbinding met deze prachtige wijk verder te vergroten. Dank u wel. De mensen die jullie hier voor jullie zien staan, dat zijn de buurtverbinders. En wat zijn nou buurtverbinders? Nou, zij. Wat zij hebben gedaan is... De buurtverbinders hebben een training gevolgd van 2 dagen, waarin het ze geleerd hebben hoe dat je zorgt dat datgene wat er eigenlijk hier allemaal is. Vanuit Mijn Buurtje, wij zijn gestart in mijn buurtje in Nijmegen, wij zitten ondertussen in 50 gemeentes in Nederland, dus doen dit echt door het hele land. Omdat overal de behoefte is aan verbinding. Ik spreek zo vaak mensen en die zeggen van, goh, het zou toch fijn zijn als ik zou weten wat er allemaal te doen is, wat er te bieden is. En hoe fijn zou het zijn als ik mijn buren weer goed zou kennen, of dat ik zou weten waar ik terecht zou kunnen met mijn vragen. Nou, dat is wat deze mensen ook hadden en de vraag waarmee ze bij ons kwamen. En dat zijn ze nu aan het doen door middel van de Galecop. Maar de Galecop gaat pas leven op het moment dat iedereen mee gaat doen. Dus ik sluit me helemaal aan bij de oproep van de wethouder van schrijf je in en doe mee. En vind je het eng om jezelf in te schrijven, ga dan in elk geval eerst eens even kijken. Want het platform is toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan erop kijken. Dus je hoeft geen profiel te hebben. Maar als je mee wilt doen, dan wel. Dus de mensen die jullie hier zien, die kunnen jullie altijd aanspreken. Die kunnen jullie vragen stellen. Die zullen jullie helpen. En om dat even nog beter inzichtelijk te maken, wat ze zijn. Ja, want zij gaan heel veel koffie drinken. Met alles en iedereen. En dat doe je dan natuurlijk alleen maar met de enige echte buurtverbindersmok. Dus de enige mensen in Nederland die buurtverbindersmokken hebben, zijn de mensen die de training hebben gevolgd. Dus die ga ik nu even eentje geven en dan kunnen jullie lekker snel aan de borrel. Houd voor ogen, het gaat ons altijd om ontmoetingen in het echte leven. Het platform is alleen maar een doel om te zorgen dat meer mensen elkaar in het echte leven gaan spreken. En ik wens jullie daar heel veel succes en geluk mee.